In tijd tot tijd krijgt een BV de kans om enkele diepgaande vragen te stellen aan zichzelf. Vandaag gaat Erik van Looy tijd tot tijd met Erik van Looy. Erik, hier zijn de vragen. Ja, zijn deftige vragen. Uiteraard. Lieve Erik, dat is waar. Eindelijk een momentje voor mezelf. Want zeg nu zelf, het is toch niet makkelijk om Erik van Looy te zijn? Nee, want knap, welbespraakt, sexy, humoristisch ben ik nooit geweest. Maar ik heb wel andere talenten, zoals... Volgende vraag. Lieve Erik, vanwaar jouw rare lach? Ik ben opgevoed door wilde honden. Goed. Lieve Erik, De Slimste Mens ter Wereld is een groot succes. Een ijzersterk format, professionele vragen, een grappige jury, toffe kandidaten. Wat doet jij daar dan eigenlijk? Ik wou eigenlijk filmregisseur worden. Ja? Maar ja. Volgende vraag. Lieve Erik, er kan niet altijd gelachen worden, dus laten we het even over je liefdesleven hebben. Hoe staat het daarmee? Pas op wat je zegt, hè, man. Er zit iets tussen, hè. Ja, ik weet het. Ja. Maar dat is niet ver, hoor. Erik, ja. Mijn liefdesleven is eigenlijk een beetje zoals de bioscoopbezoekers bij mijn films. Ja? In de helft willen ze naar huis. Lieve Erik, je avontuur in Amerika was minder fijn. Ga je ooit nog terug? Zeker. Zeker, zeker. Ik ga zeker nog terug naar Amerika. Ik moet me nog altijd gaan verontschuldigen voor de remake van De Loftaar. Alhoewel, moet ik wel zeggen, Erik, dat dus op dit moment De Loft nog altijd 60 keer per dag wordt gespeeld in Amerika. In Guantanamo Bay. Als foltertechniek. Dat is volgens mij ook waar, hoor. Lieve Erik, ben je het niet beu dat Philip Geubels altijd grapjes maakt over dat ene specifieke ding van jou? Ja, ik ben eigenlijk die grappen echt beu. Ja. Het zijn altijd, altijd dezelfde grappen. Hè. Als ik lach, lachen ze ermee. Als ik praat, lachen ze ermee. Dus ik denk dat ik echt iets aan mijn kapsel ga doen. Beste Erik, wat is jouw grote geheim? Wel, iedereen weet natuurlijk dat ik Antwerp supporter ben. Mm-hmm. Maar eigenlijk in het diepst van mijn ziel ben ik toch eigenlijk een Beerschot supporter. Waar zijn kersenratten? Waar zijn... Je mag meedoen, Erik. Nee. Waar zijn ratten? Je moet eens meegaan naar Antwerpen. Echt? Ja, ben ik zeker dat ze op je bakjes kan slaan. Ja. Oké, lieve Erik, laten we het hebben over dingen waar je goed in bent. Drinken. Ik ben dus beginnen drinken. Ja. En weet je waarom? Nee. Heb je mijn films al eens gezien? De laatste vraag. Ja. Lieve Erik, ben je gelukkig? Wel, Erik, ik ben heel gelukkig. En zolang ik mensen met De Slimste Mens gelukkig kan maken, ben ik ook gelukkig. En vooral zolang ik doven en blinden gelukkig kan maken met mijn films, ben ik nog contenter. Het is gebeurd. Dankjewel voor dit zeer diepgaande gesprek. Erik van Looy, dames en heren.